Voor mij en dus voor DVS TV zit tegenover mij Jannik Bouw. Heb ik dat goed? Ja, zeker. Ja, hè? Uitstekend. Goed, Jannik, je jeugd, waar heb je dat doorgebracht, voetballend gezien? Ik ben begonnen bij Veense Boys, Nijkerkveen. En daar heb ik tot C'tjes eigenlijk gespeeld. En toen ben ik naar Sparta Nijkerk gegaan. Eigenlijk wilde ik op dat moment niet, omdat ik met mijn vrienden voetbalde. Maar toen uit die lichting ging Donnie naar Ajax toe, zeg maar. En toen, toen vroeg Sparta of ik op test wou komen. En toen zei ze gelijk na één training dat ik in de selectie zou zitten. Dus toen uiteindelijk toch maar gedaan. En daar heb ik de rest van de jeugd eigenlijk doorlopen. Je hebt met veel plezier met Donnie van de Beek samengespeeld. En dat is nog steeds je vriend, hè? Ja, klopt. Mooi. Klopt. En ja. je traint nog regelmatig met hem? Ja, ook. Ja, ja? Ja, zoals deze zomer trainen we altijd bij Veense Boys, zeg maar, met een koppeltje. En dat doen we eigenlijk elke zomer wel. En ik spreek hem dagelijks. Als hij terug is, dan zoeken we elkaar altijd gelijk op, ja. Om die eerste trainingen hier van DVS niet helemaal blauw te gaan liggen. Nee. Dat is wel lekker als je een beetje fit start natuurlijk. Ja. Ik bedoel, de voorbereiding is wel om fit te worden, maar aan de andere kant is het ook wel lekker voor jezelf als je al fit bent. Ja, hoeveel seizoenen heb je nou bij Eemdijk erop zitten? Bij elkaar drie. Eerste keer 1 jaar en nu 2 jaar. Ja, die eerste keer 1 jaar, toen heb je nog tegen DVS gespeeld of zo, of niet? Ja, klopt. Was een of andere uitslag bij jullie een beetje wil ik het niet over hebben. Heel pijnlijk. Toen ging het even mis, ja. Barry Powell zat er onder andere toen nog bij. Ja. 1-9 of zo. Ja, klopt. Zoiets, hè? Ja. Dat was bij ons nog. Heel erg. Ja. Maar toch heb je daar ook hoogtepunten meegemaakt, hè? Ja, zeker weten. Noem eens. Bijvoorbeeld het eerste jaar, toen kwam Eemdijk per ongeluk een beetje in de derde divisie terecht. En toen ging ik van Veense Boys naar Eemdijk. En ondanks dat we degradeerden dat jaar, ging het wel supergoed. Toen had ik iets van 16 in de competitie of zo. Dus dat ging hartstikke goed. En tweede keer bij Eemdijk, toen begonnen we in de vierde divisie. En dat jaar werden we eigenlijk fluitend kampioen. Toen had je er heel veel in liggen, of niet? Ja, 24 of zo. Ja. Lekker. Ja. Ja, mooi. Dus dat was lekker, ja. En nu afgelopen jaar weer derde divisie met ze. Dus ja, ja dat ja, ging ook kampioenschap goed. Is natuurlijk een hoogtepunt, maar ja. noem er nog één. De beker uiteraard. Weet ik wel zeker. Ja, eigenlijk vond ik die nog mooier, hoor. De beker. Ja? Ja, dat is een wedstrijd op zich. Ik bedoel, het hangt allemaal van één wedstrijd af, van een paar momenten in een wedstrijd. En kampioenschap stonden we in de winterstop al met 10 punten los of zo. Dus. Ja. Ja, we wisten het eigenlijk al. Ik dacht dat je IJsselmeervogels zou noemen. Ja. Die thuiswedstrijd tegen IJsselmeervogels. Uiteraard, die hoort er ook zeker bij. Die hoort van vorig seizoen, ja. Ja, toen stond ik ook echt helemaal te kijken. Ik denk, krijg nou wat. Ja, dat was eigenlijk naast de beker was dat een van de mooiste wedstrijden, ja. 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 Verleden jaar speelde je ook nog hier tegen DVS. Ja. Dat was wat minder, hè? Ja, we hadden een beetje een gebroken selectie. Ja. Veel blessures. En bij Eemdijk is het zo dat je niet een hele brede selectie hebt. Dus dan is het lastig om alles op te vangen, zeg maar. Ja. Ja, en dan ga je kwalitatief natuurlijk wel achteruit. Ja. Dus, ja. Nou, we hebben het tot nog toe over de geschiedenis gehad. Maar nu het heden. Heb je een beetje naar je zin? Zeker. Ja? Ja, bevalt goed. De groep is leuk. Ik denk dat de staf heel goed is. Alles is goed geregeld. Dat is wel anders dan dat ik gewend ben uiteraard. Ik bedoel, Eemdijk is natuurlijk wel echt een mooie club. Heel kleine club. Maar alle faciliteiten zijn allemaal wat minder. Ja. En die zijn hier echt super. Ja, die zijn hier gewoon allemaal goed geregeld. Ja. En niveau van training natuurlijk. En, ja, alles is... Spel. Alles een stukje beter, hè? Ja, zo is dat. Ik hoop dat je ook dat lekkere gevoel vasthoudt en veel gaat scoren hier. Ja, dat ben ik wel van plan. Durf je een getal te noemen? Ja, durf je een getal te noemen? Ik had er afgelopen jaren bij Eemdijk actor 15. Omdat ik de laatste 6 wedstrijden door die schouder van de derby miste. Ja. Ik durf wel in te zetten op 20. Ja, lekker hoor. Ja, ik denk aan de groep. De groep is gewoon een stuk beter. Ja, ja. In principe kom je veel vaker voor die goal. Ja.
Dus, ben jij nou een typische spits? Of dus echt in het strafschopgebied? Of wil je ook ze nu en dan wel meedoen met het spelletje? Het liefste. Als het voetbal allemaal gewoon goed loopt, zeg maar, dan ben ik het liefst gewoon alleen maar in die 16. Ja. En dan ben ik ook gewoon het gevaarlijkst. Ja. Ja. En ik hoop dat je... Ik trainen wel graag dat ik meespeel, dus ja. Nu probeer ik gewoon vaak wat uit te zakken en mee te voetballen, zeg maar. Ja, ja. Op zich is dat ook lekker, ja. Maar je hebt wel iets minder power en kracht ja. voor die goal, zeg maar. Oké. Namens de supporters en DVS TV wensen we je een donders goed seizoen, Jannik. Dankjewel, daar gaan we voor. Oké.